De magere compagnie van Frans Hals en Pieter Kodden. Manier waarop deze mannen zich presenteren is in een lichaamstaal die wij een beetje verleerd zijn in de 21ste eeuw. Aan de ene kant proberen ze er ontzettend mannelijk en rechtop en stoer uit te zien, maar ze hebben ook hele elegante gebaren die met een beetje kwade wil wel eens verwijfd zouden kunnen genoemd worden. En dat komt omdat al die elegantie hoort ook bij die elite. Er komt een soort etiketten ook in gebarentaal, in lichaamstaal. En etiketten die schilders ook meenemen, en ook in de schilderijen meenemen, om die elite nog eens even te laten, ja, extra te laten zien hoe ontzettend belangrijk ze zijn. Dit is mijn absolute favoriet. Die staat er echt bij alsof hij een vrouw is aan het voorkant van de Vogue. Schalks achterover zijn schouder kijkt. Dus dit is de manier waarop de elite zich presenteert. Dus niet te onderschatten qua politieke macht. Dat zijn gewoon bierbrouwers en pekhandelaren en lakenkoopmannen. Maar dat is Nederland, dat is de Republiek in die tijd. Het is het enige land in Europa waar de handelaren, de burgerij, zich zoveel mogelijkheden verwerft als in de rest van Europa alleen voor de adel voorbestemd is.